Ja, oh, jawel, want mensen gaan me vragen waar het is. Precies. Ja, want mensen weten überhaupt niet waar we nu zitten. Een neeritter? Ja, informatie. Sorry, is het neeritter ne of neeritter? Neeritter. Ja, neeritter. Ja, <laughs> neer ja ik, 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 ik woon hier ook niet, dus weet ik veel. Ik zeg gewoon <laughs> neeritter. <laughs> uh, voor, voor mijn gevoel klopt dat veel meer dan, uh, dan welke uitspraak dan ook. Ja, precies. Neeritter. Ja. Ja, soms kan de deuren open. Ja, dat ja. Deuren kunnen openen en sluiten. Ja, maar ze kunnen niet allemaal tegelijk openstaan. Nee. Dat Nee, anders is dat veel duren. Ja, ja maar je ook geen deuren te hebben als ze allemaal tegelijk openstaan. Ik ga gaat direct op. Dat en soms wel heb waar. je... Soms ja, ja. haal je de muur eruit. Precies. Ja, inderdaad. Ja. Want we zitten in een garage. Ja. Dit is gewoon een... Er zit ik, geen auto. Nee, er zijn weer motors. Hier staan vier motors ja, ja, gewoon. Inderdaad, op, ja, inderdaad. Ik zag dat. Ja. ja. Vet. Um, vet. vet. Uh, want uh, ik heb hier al een keer gezeten voor een podcast. Uh -huh. Ik weet even alleen niet welk nummer, maar uh, met Erik. Dus die kunnen jullie gewoon terugluisteren. Oh, ja. um, maar we zijn uh, vandaag welkom voor een uh, Shark Sessions Live. In Neerritter, bij Neer Erik. Yes. En dat is uh, jazz gewoon blast. een jazzblast inderdaad, in, yeah. de, in de garage. Ja. Hij doet hier wel meer, uh, meer concerten. Ja, heb ik gehoord. Ook wel uh, um, wat ik gaaf vond uh, 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 toen ik die uh, programmering... Terugkeek, zag ik uh, een paar bandjes die onwijs experimenteel waren. Ja. En dat, uh, dat vind ik zelf heel gaaf. Ja, dat is iets wat, uh, waar, uh, waar ik gewoon heel goed is om, om te programmeren en neer te zetten. Ja. Alleen ja, uh, het publiek daarvoor trekken in de podium is vaak lastig. Ja, uh, Zeker als het te experimenteel <laughs> is. Wij, uh, <laughs> ja, daar <ja>, weten we <laughs> alles van. <ja>. Um, <laughs> want jullie zijn heel, hebben hele toegankbare muziek toch? Ja, eigenlijk, nee, eigenlijk wel. Wat, ten, ten wat meer van toegangbare dit. van. Uh, nou, ik, ik zag de programmering. En voor ons is het natuurlijk als wij dan in, uh, wat in een club of een pop, pop podium spelen. dan uh, zijn wij wel van de experimentele kant. Ja. Maar hier zijn wij eigenlijk van de toegangbare kant. Ja. Wij zijn bijna indie, en, zou je uh, kunnen zeggen hier. Je hebt het nu over een band en we hebben je hem helemaal niet voorgesteld. Wij zijn heavy faces. Kijk eens aan. Yes. Um, Nee, want uh, Shark Life Live uh, nummer 2. Mm. staat er een teken van Heavy Faces inderdaad. Uh, jullie komen, en dat, uh, dat, dat moet ik gewoon een beetje uit mijn hoofd doen, Zwolle regio. Wat niet ja, helemaal wij klopt. Zijn, wij zijn echt wel Zwols eigen. Ja. Ja, toch? Ja, iedereen ja, die, niet heeft, helemaal. Ja, iedereen heeft, <laughs> uh, iedereen heeft uh, bij Artes uh, Zwolle gestudeerd. Oké. Okay. Ik niet. Maar ik. Eh Bijna iedereen, dus. De rest, wel, ja. De, rest De rest wel. De rest wel. Maar wat is dat? Artis. Ar Ar Artis als conservatorium. Ja, okay. Een soort van jazz- en pop-gericht. Uh, ja. ja. En daarmee hebben wij ook uh, veel mee te maken, alsnog. Ja, ja. ja want uh, uh, jullie twee zijn nu aan het woord. Nou, uh, uh, jullie in een podcast is heel vreemd om te zeggen, maar we hebben ook beeld erbij. Dus voor iedereen die nog wilt meegaan kijken, ja. ga even naar YouTube of ga naar Facebook, want uh, daar kun je gewoon deze twee heren zien. Uh, ja. uh, als ik het geëdit krijg. Denk ik, hoop ik, wie weet. Uh, of niet, dan uh, krijg je het ook nog een 360. Wow. Misschien. Uh, dan, <laughs> dan zie je nog ja, iets meer mensen. 18, ja, dan ga je nog ja. iets meer uh, mensen zien. Ja, jullie staan er gewoon op hoor. Dus wat jullie uitspoken, dat gaan mensen zien. Uh, tenzij ja, niks, niet... zeggen, niks zeggen. <laughs> tenzij uh, ik het niet ga editen. maar dat zien we wel. Maar de, de, de YouTube-versie zal er sowieso aanwezig zijn. Um, en voor de mensen die vorige keer ook al um, de Mandala-podcast hebben gezien, die hebben jou gezien. Inderdaad, daar stond ik in in de Mandala podcast. Ja. Ik was toen met knars, waarmee ik ook uh, uh, zing en uh, trombone speel. Maar nu uh, uh, hadden wij contact. Ja, klopt. en toen ging het uh, over om uh, om jou hier met de act Heavy Faces neer te klopt, zetten. Klopt. Wat iets totaal anders is. Ja. Het is wel, ja, Dus uh, dat is wel een overeenkomst, <laughs> maar daar houdt het een beetje op. Ja, um, want, uh, vertel eens, wat doet Noah, trouwens. Noah speelt ook uh, Maar ja. Heavy Faces is, uh, hoe leg je dat uit? Ja, yeah, um, Heavy Faces is, is uh, what was that, what was the thing? It's, it's uh, technical music for the untechnical soul, I suppose you could say. So. So. Dat is moeilijk. Bam, jongen, ja, je weet toch. Maar yeah, Heavy Faces, we, we call it hard soul, so it's... Um, It's, it's uh, kind of like an amalgamation of, of, of soul, jazz, rock, uh, sort of things that we all kind of just Het is voor mensen die een ziel hebben, maar ook wel een beetje hard zijn. Ja. Yeah. <laughs> uh, I guess it's music that we like to listen to. Ja. Yeah. You know yeah. I mean? yeah. Rock, And soul, jazz. Rock, soul, jazz, prog. Moeilijk. Psychedelic. Gewoon veel te moeilijk. Funk. Gewoon veel te moeilijk eigenlijk. Veel te moeilijk. Nee, ja. nee maar nee, niet dat de muziek moeilijk is, maar om het uit te leggen. Ja. Yeah. En dat yeah. is waarom ja. dat ook ja. deze podcast uh, wordt gemaakt. Want de biografie daar haal je niet al te veel uit. Daar staat Neo Sol ook volgens mij nog tussen. Ja, inderdaad. En Gypsy Gypsies volgens mij nog Sol. We're gonna stay with Hart Soul. Hart Sol is wel echt de marketing scheme. Ja, want daar is deze podcast voor bedoeld als onderdeel van die SARS live. Om een introductie te geven: ik heb ook de titel veranderd voor de mensen die de fotootjes zien. Er staat nu een introductie tot Heavy Faces. Oh ja. In plaats van Chalk so. Talk. Want dat zijn twee totaal verschillende uh, soorten projecten okay. eigenlijk. Um, want als jullie dat allemaal spelen. Jullie zeggen al, jullie zijn uh, conservatorium geschoold. Uh, wordt dat daar gewoon aangeboden? Als een zijnde van ga dit nee, soort nee. muziek maken. Wij, wij gaan juist uh, tegen in dat conservatorium gedrag. En wij willen graag um, muziek spelen, wat ons heel erg aansteekt. Ja en de overeenkomsten van de groep van ons sfeer is uh, soulmuziek en rockmuziek. maar dat is nog steeds heel breed. ja klopt. en dan hm. moet dat ergens samenkomen. Hoe, hoe zijn jullie vieren? kijk jullie. nou jullie eigenlijk. Het op. Dat is een hoe, hoe begint begin dat? oké. Okay. dat is een mooi verhaal. Um, wil jij, eerst jouw kant. Uh, hoe, heb, hoe heb jij Richard ontmoet dan? ja conservatorium. ook uh, Jonathan heb ik bij conservatorium ontmoet en uh, ik organiseerde een jam-sessie in uh, Zwolle, uh, in het Vliegende Paard. Um, en ineens was deze, deze gast hier met, uh, met de trombone. Ja, ik kom uit Nieuw-Zeeland en, uh, ja. en uh, Noah uit Colorado. En dus er was al een dikke klik van... Oh, wij zijn buitenlanders in Zwolle, jam-sessies aan het uh, oprichten. En uh, laten wij dan een keertje samenspelen. Ja. En toen kwam... De Jelle, Jelle de Boer. Oh ja, Jelle de Boer. Yeah. Jelle de Boer is een dichter in Zwolle. Da hij heeft mij een uh, bed aangeboden toen ik hierheen kwam op een one-way ticket. En uh, dat was heel lief van hem. En hij, hij is een Nederlandstalige uh, uh, dichter. En hij zei tegen mij op de eerste nacht dat ik uit was in Zwolle: Zei die, uh, Nou, ik heb. Uh, dit is drie jaar geleden. Ik heb, uh, ik heb een sessie bij Windesheim Hogeschool. Waar ik uh, dan uh, gedichtjes, hoe zeg je dat in Nederlands? Ja? Gedichten. Gedichten. Ja, gedichten? Gedichtjes. Ja. Gedichtjes vind ik mooier. Gedichtjes. Ja. Gedichtjes. Gedichtjes. Ja. gedichtjes gaat geven. Uh, lijkt het jou leuk om te spelen? En, en zei ik tegen hem: Nou, die uh, Amerikaanse drummer, zou die je dat ook niet uh, te gek vinden? En dan zei die alle: Ja, ik krijg nu 70 euro. Dus dat is eigenlijk niet, uh, niet een groot genoeg uh, bedrag. Zouden we eigenlijk terug moeten gaan om meer geld te vragen? We zijn de volgende dag daarheen gegaan met z'n tweetjes. En uh, da daarna, daarna, daarna hebben zij ons uh, 750 euro gegeven. <laughs> Dat is <laughs> wel... spoken word. Ja. Spoken word met geïmproviseerde muziek. Dus wij komen echt van die experimentele kant. Klopt, ja. Mag ik van 70 euro naar 750 euro. <laughs> ja, inderdaad. Ja, die, 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 die dichter was... kan heel goed lullen. Lullen was wel, wel echt krijgen. een ding, ja. En nou, ja, toen kwam Richard. Ja, Richard kwam ook een beetje sessies doen en uiteindelijk is dat een beetje uitgebloest naar een, uh, een spoken word collectief dat wij hadden. Het heette De Zeepkist. En uh, dat is uiteindelijk een beetje verwaterd zoals veel projecten. Maar um, uiteindelijk speelden wij een show samen een keer. En het uh, was een beetje een dubio van ga ik terug naar Nieuw-Zeeland, uh, stay here. En uh, ik zei uiteindelijk van uh, als je hier blijft dan gaan we echt gewoon een band starten. Yes. Dat gaat gewoon gebeuren. En in dat moment een uh, paar pilsjes erin en dan uh, stonden we buiten een shaggie te roken en dan zeiden ja oké, we gaan, het, we gewoon gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. En sindsdien is het... Ja, en Jonathan, uh, jo dus op hetzelfde tijd, ik ben ook benest en, uh, en ik, ik vind reggae muziek eigenlijk om heel leuk. Dat is heel groot in Nieuw-Zeeland, waar ik vandaan kom. En, uh, en uh, Jonathan, die speelde bas in, uh, in, in een reggae band die ook mij had gevraagd om uh, een sessie te doen. Nou... Ik kwam ook in die bandje te staan, dat is. Uh, Roots Rising. Roots Rising, represent. <laughs> en uh, toen, uh, toen hebben wij audities gehouden voor een bassist. En ik vroeg Jonen of, uh, of hem dat le leuk leek. En toen zei hij ja. Maar dan ben je bij Roots Rising. Eigenlijk was dat weer ja Weet je dat was nog? Dat was weer Maa, ja. ik was van ja. Dat was, oh, ja, was nee, ik... voordat ik in Roots Rising zat. <coughs> nee, nee, ja, weet ik eigenlijk niet. Ik weet nog dat ik zei van er is het uh, reizende. Dat is het een tijdje geleden allemaal hoor. Maar. Uh, het is een traveling New, du uh, New Zealand guy from New Zealand. Uh, <laughs> ik I know Roots Rising was looking for a trombone player and I'm like, oh shit, I'm ga fucking make this guy's day. Oh, je, <laughs> like, zei, yeah, je zei yeah, op, yeah. Dezelfde, op dezelfde avond dat wij jammer uh, yeah, waren, erstemte, yeah. zei hij. Ja, het is een reggae band. Die hebben geen trombonist. Volgens mij komt dat goed. Ja, en er hoort een reggae, er hoort de trombone bij reggae. So ja, en ik know. zei, ja, ja, ik zei, fix it. <No>. Yeah. <laughs> maar dan zitten we nog steeds bij Roots Rising. Ja, klopt. Ja, ja dat is een, een dikke overeenkomst met deze band. Ja. En wij zitten ja. dus in een collectief van muzikanten in het oosten van Nederland, wat heel veel evenementen uh, uh, organiseren en waarmee Heavy Faces dan echt een product van is. Oké, okay, op die manier. Ja, en, en daarom? Uh, dan komen jullie op die manier eigenlijk allemaal bij elkaar ja. uh, door, de, door de verschillende projecten en de verschillende uh, thema's die voorbij zijn gekomen. Ja. Maar voor de mensen die dat dan niet weten, een, een popbandje dat vindt zich redelijk snel dus, jullie uiteindelijk ook nog eigenlijk wel. Dat is allemaal redelijk ver, vrij snel gegaan toch? Ja, want hoe volgend. lang bestaat de band nu? Uh, in, ja, het, het, moeilijk om te zeggen, wel, wel, wel twee jaar, maar ja, wij, wij hebben ja. besloten met dit band om, want heel vaak is het gewoon schrijf schrijf en, en speel speel en doen. Maar, maar dit is van ons allemaal een soort van passieproject. Dus wij hebben ons meer commercieel, laat ik het zo zeggen, projecten die wij hebben opgericht. Maar wij hebben besloten met dit band om echt gewoon rustig aan te doen. En uh, echt te laten, laten, laten bruisen en borrelen totdat het echt iets is die wij uh, ja. gewoon volledig voor kunnen gaan. En so dat, dat sommige, komt er snel aan. So sommige bandjes huren een, uh, een repetitiekamer ofzo. Een repetitieruimte. Ja. Nou, om een sterk voorbeeld te geven. Ik was aan het kraken in uh, Zwolle. Echt kraken. En uh, wij hebben dan in de kraakband gewoon zeven maanden lang gerepeteerd. Ja, en in het midden van januari. <laughs> echt? echt, uh, echt spelen uh, <laughs> met, uh, met handschoenen is heel moeilijk. Ja, ja, dat krijg wel ja, zeggen. Ja. Maar dat gaf wel gewoon. Uh, het gaf wel een vibe, ja. Ja, vibe. En, ja. En, en, uh, en, uh, maar zou je dan niet gewoon de eerste plaat gewoon daar moeten opnemen? Ja, die bestaan ja, ja, meer. Die, besta die, 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 die worden appartementblokken. Dus word ik was, ik ik nu. was uitgekikt. Ja, ja, ik was uitgekickt. Dat is dan weer jammer. Ja, ja. Ja, echt dan. Zo gaat het ja. in Nederland. Hè? Ja, je, mag, je mag een tijdje kraken en daarna oh, moet ook Het is zo'n ontzettend mooie kraak. Joh. Ja. Dat is echt ja, zo, is echt zo leuk. Ja. Um, want uh, jullie, jullie uh, uh, geven al aan, het bestaat al twee jaar. Jullie hebben naartoe gewerkt naar meer muziek maken. Mm -hmm. um, ik begreep net al dat er anderhalf uur aan materiaal is om live te kunnen spelen. Dat, dat, kan. Al... dat kan. Dat kan. Ja, maar kan. Dat, is al, dat is al flink. Dat is flink, ja. Dat is, eh? ja. Ik bedoel, als je dat in die twee jaar bij elkaar schrijft, uh, sommigen zullen ervan dromen. Ja. Um, Klopt. Ja, dat wat... is heel belangrijk. Dat is meer, belangri meer belangrijk voor ons dan, uh, dan wat dan ook. Hm. Gewoon schrijven. En, uh... Maar je wilt ook een keer ergens tonen en laten horen. Ja, we ja, ja, wij hebben zeker wat shows gespeeld. We hebben BAM Festival gespeeld. We uh, hebben voor Broken Brass Ensemble in en Hedon geopend. Uh, ja, yeah, Living uh, Village Festival gespeeld. Maar we zijn... Wij gaan ons plaat uh, binnenkort uitbrengen. Um, en dan, dan gaan we echt de tour omheen plannen. En al, dan begint het te rollen, zeg maar. Wij hebben nu gewoon uh, shows gespeeld... die worden aangeboden door ons netwerk. Maar we zijn echt bezig met... Uh, met de set slijten tot wat het is. Wij kunnen een anderhalf ja. uur spelen. Maar nu is het gewoon meer essentieel worden. En meer dingen afsnijden. Van ja, misschien niet dit liedje elke keer. En uh, echt richten voor een soort van rode draad die door de muziek gaat. Uh. En, en wanneer komt die, uh, die plaat uit? Is dat al... Uh, wij richten op ergens... Um, februari, maart. maart uh, Oké, okay, dus ja. het 2019 wordt dan echt het jaar. 2019, 2019 ja, wordt echt wordt het jaren, je ja. dus, jaar. Dus uh, dan... Uh, want ik was aan het zoeken en ik kwam op een gegeven moment tot jullie de popronde deden. Maar jullie doen helemaal niet de popronde, toch? Nee, wij ingeschreven. Alleen ingeschreven, in toch? Ja. 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 Uh, want ik, ik meen echt van het begin van, jullie zijn gewoon daarvoor geselecteerd. Maar toen ik de shows begon op te zoeken, kwam ik er nergens tegen. Ik denk, dat nee. kan niet helemaal kloppen. Nee, nee. nee, want nee jullie maar jullie zijn wel vindbaar op die popronde site. Ik denk, dat, huh? ja, dat bedoel ik. Dus het is wel heel vreemd dat okay. ja, je scheef loopt daarin. Volgens, ja. volgens mij plaatsen ze alle bands die voor, daarvoor aanschrijven. Maar ik ja. denk dat volgend jaar pas uh, wel een, een goede kans maken. Ja, zeker. Ja. Um, want uh, als 2019 jullie jaar wordt, uh, de EP komt dan uit, de tour wordt dan gepland. Uh, wat kunnen mensen die er dus niet bij waren, wat hadden die kunnen horen vandaag? Qua muziek die we vandaag kunnen spelen ja. bedoel je? Uh, is dat dan nog een beetje het, het, het zoeken wat je net al aangeeft? Zo, 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 zoek, je, zoek je een genre? Of nee, nee, uh, die genres hebben we niet al helemaal besproken. Ja. Nee, nee, de, de <laughs> nummers die wij gaan vandaag spelen zijn wel de nummers die wij flink ja. staan. en wat, in de wat, wat ook wel, ja, wel de, zo, de uh, richting die EP. Ja, ja, dus. ja, 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 sowieso. Ja, deze liedjes zijn niet op de EP. We dachten van, nee, we gaan even, even wat zotjes... Zou ik even een kort praatje over uh, liedjes doen anders? Ja, want uh, we gaan dadelijk twee nummers hebben. We nemen dit nog op voordat we de sessie op gaan nemen. Misschien tot. Wel leuk is om die twee nummers in ieder geval uit te lichten. Ja. Uh, want ik weet ook nog niet welke nummers jullie gaan spelen dadelijk. Ja, leuk. Ja, ja wij gaan twee nummers spelen. Uh, de eerste, uh, de eerste is Love Bite en de tweede is uh, Working. En uh, de eerste is dus, uh, die, die hebben allebei uh, R&B overeenkomsten. Oké. Okay. Um, Love Bite is dus een uh, um, ballad eigenlijk. Um, en uh, dat, dat is eigenlijk neo-soul met een trombone solo erin en uh, een leuke chorus. En dat is een, een experimentele, als in dat chorusje die komt niet terug. Maar het is de eerste, de eerste liedje wat ik heb geschreven ooit. Oké. Okay. Ja. Is dat dit nog en wel ik, ik een, schreef dat over... Ik schreef dat over een... Uh, ik, be, ik was laat begonnen met, met schrijven toen ik negentien was. 18 of 19. En ik heb het geschreven voor een, uh, een chick die bij mij kwam op bezoek vanuit Nederland. Uh, en die, die, uh, zij heeft met mij couch gesurfd. Ja, nou, toen werd ik echt verliefd. En, uh, op en haar of op het couch? <laughs> op, op haar. <laughs> Oké. Okay. Ja. Ik was al verliefd op mijn couch. Oké. Okay, okay. ja, maar zij mocht, het, uh, zij mocht het hebben even gebruiken. Oké. Okay. En uh, ja, dat, dat was ook niet uh, heel lang doorgegaan hoor. Uh, toen toen uh, okay, zei ja. Daarna in bed met mij. Oké, okay, okay. dus de bank was even <laughs> vrij. Maar ja, is goed. Uh, en uh, en uh, dat, dat, gaat over, dat gaat over het gevoel dat jij aan het reizen bent en dat jij uh, zich alleen voelt, maar dan daarna dat jij een soort verliefd wordt en dat je, dat je eigenlijk realiseert dat je de, de, de liefde bijt, de love bijt van iemand, dan heel erg leuk vindt en eigenlijk wil je dat uh, verder uitzoeken. Oké. Okay. Ja. Dat uh, dat nummer is uh, te beluisteren op uh, youtubecom slash shark Niet wanneer deze podcast online komt, dus dan moet je nog heel straks even. Straks wel even. Ja, het ja, ja Met straks zijn deze mensen die deze podcast horen niet erbij. Ja. Dat is, uh, het, dat is dan gezondheid. <laughs> <laughs> Nee, we, want, want we nemen die, de, de sessie op, dus die komt gewoon online te staan. Die, die ah. videoclips uh, mm -hmm. zijn straks te bekijken. Uh, de exacte datum, uh, hou gewoon uh, Facebook in de gaten en meld je alvast aan. Abonneer je op YouTube, dan uh, kun je zien. En het tweede nummer. Het tweede nummer, dat heet Working. En dat is uh, de groove daarvan. Uh, hebben wij een beetje samengeschreven. Um, en dat nummer is eigenlijk. Uh, nadat ik, ik heb, Wij hebben dat meer samengeschreven dan Lovebite eigenlijk. Want Lovebite stond gewoon al, Die had je al. voordat ja. ik uh, naar Europa überhaupt kwam. Maar Working was, uh, in, uh, is een hip hop liedje. Het is gebaseerd op de groove van uh, 50 Cent in the house. <laughs> okay. In de club. In de club. Club. club, sorry. Yeah. In de club. You find me in the It's club. The the bottle the my, my en uh, en, uh, en uh, dat gaat eigenlijk over... Um, Jezelf oppompen om, uh, om uh, je passie te gaan volgen. En eigenlijk schreef ik dat chorus over Noah. Dat, dat, dat chorus, weet jij dat? Nee. <laughs> nu ja, wel echt? Nu ja. wel is echt. Dedicated aan Noah is die. Kijk, dan kan ik meer boemen rechten. Want uh, <laughs> inderdaad, ja, je krijgt <laughs> ja, alles, alles wat wij verdienen. maar van de <laughs> <and the> Marianne <man's. laughs> Dus als wij ooit een dikke hip-hop act worden, dan zeker. Uh, yeah, en dan, dan krijg own. jij alle. Nee, maar het gaat over het feit. Noah is eigenlijk Brits en ik ben nieuw zeelands Maar hij was opgegroeid in Australië. En dat gaat over What? gewoon. Uh, <laughs> American, man. Oh, Amerika man. Yeah. Amerika, ja. Same thing. Nou, nah, don't you call me an Aussie man, don't you? <laughs> 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 en uh, en uh, dat gaat over hoe ik uh, eigenlijk dat chorus gaat. Uh, de chorus gaat. Uh, Pump up your guns, get some work done. You're only another bee in the beehive. Behave, working under the same queen. ja, uh, ah, yeah. yeah, yeah. precies. God save the queen. God save the queen. Oké, yeah. oké. Okay, okay. yeah. Ook dat nummer is uh, gewoon te beluisteren op uh, YouTube.com Shark uh, binnenkort. Um, ik denk dat het een goede introductie is geweest uh, tot Happy Faces. Tenzij jullie nog zeggen, je mist echt de belangrijke. Heb je ergens uh, over <clears throat> kwijt te zijn? Ja. Yeah, nu kan het uh, er... Wat had je... Wij worden helemaal van hoepig, dus uh, boek ons. <laughs> <laughs> can't give me some money, man. Yeah. I can't pay my rent. Nou, wij doen het echt niet voor het geld hier. Nee, niet hier. Niet hier. <laughs> nee. Nee, dat, was, uh, dat had je het al over, hè. Dit was voor de passie. Dit ja. is, is, is uit en, liefde. En, yeah. en andere zijn commerciële en dingen. Wij, 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 en als er uh, iemand wel is die het leuk vindt om ons te boeken, dan... Uh, dan uh, Jullie uh, hebben nog geen boeken, bedoel je? Ja, wij boeken dat zelf. We boeken ja, dat willen we ook in zelf-eigen beheer. Gaan. Okay. Maar laat ons bij jou. Ja, schuurfeesten, scheurfeesten, verjaardagen van je oma. Ja. Maakt niet uit, Kinder, uh, maar op. Kinderfeestjes. Ja. Noah is ook uh, wizard. Ja. Dus hij kan ook wel uh, magic uh, tussendoor doen. Zeker. Top. Maar ik ben allergisch kaart, voor geiten. Kaarttricks. Maar hij is allergisch ja, voor geiten. Kan maar niet sluiten? Meestal een konijn toch of niet? Ja, konijnen ja. kan ja. wel, maar ja. echt, geiten blijft maar uit de buurt. Oké. Okay. Zullen we ja. hem hier maar afsluiten? <laughs> nee, uh, dankjewel. En uh, ik hoop dat jullie, uh, de luisteraar, uh, wat hebben opgestoken van Heavy Faces. En dat jullie die in 2019 gaan checken. Want Al dan, overal. Dan, dan in Nederland, België, Duitsland. Overal. Gaan we overal spelen. Overal. En Hometown nemen ik aan. Hometown, Zeker. sowieso. Dat bedoel ik. Release in Hedon. Release and hate Hedon, ja. Dat moet wel, toch? Ja, sowieso. Ja, dat kan sowieso. niet anders. Oké. Okay. Uh, voor iedereen die heeft geluisterd. Um, ik wil ook alvast een volgende Shark Sessions live aankondigen. Zo ja, de, hè, dat weet Fresh, veel. Fresher, uh, fresher. Ja, fresher. nee, dat is me de wel ja. deze week bekendgemaakt. Want uh, op de dag dat we dit opnemen, dat is 23 oktober, uh, is er naar buiten gebracht. Uh, we gaan op 13 november, dinsdag 13 november, de Shark Session Live nummer 3 opnemen. Uh, met niemand minder dan Charlie Hall uit Engeland. Zo, Een hele toffe singer en songwriter. En Zo. dat gaan we doen in de EC Cultuurfabriek in Remond. Hm. En net zoals deze show waar jullie ja, wel of niet bij zijn geweest. Ligt er een beetje aan uh, wie dit luistert. Um, had je daar gewoon gratis bij kunnen zijn bij um, uh, Shark Sessions Live nummer 3, kun je dus gewoon weer gratis erbij zijn. Uh, het café in de, in de AC gaan we dat doen. Dus dat is gewoon vrij toegankelijk voor iedereen. Um, meld je even aan op, uh, op het Facebook event. Dat is voor mij wat makkelijker om te zien wie er allemaal uh, wilt komen of gaat komen. Uh, maar wees, wees, wees welkom voor de volgende ook weer. Uh, bedankt voor het luisteren. Meld je ook aan even op deze uh, podcast-stream. Abonneer je daarop, dat is gewoon helemaal gratis. Um, voor iedereen die het geluisterd heeft op Spotify, fijn dat je me dan al, al gevonden hebt, want ook daar is het mogelijk om deze podcast terug te luisteren. Wij gaan uh, sessies opnemen. Ja, we gaan sessies oh, yes. gaan even opnemen. Ja, zeker. Hey, dank voor het luisteren. Yo. doei